Hoi, ik ben Jolanda. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video vanuit Italië. We wonen hier met de beroemde fjord Superguus en de Italiaanse hengst Scarletto. En dit is Dapper. Veel kijkplezier! Het is nu 5 uur. Ik heb net Carletto in de paddock gezet. Het begint een beetje licht te worden. En net was het zo donker dat ik niet kon filmen. Ik dacht ik ga filmen vanaf het allerbegin. Het was gewoon echt te donker om te filmen. Even drinken. Kijken of dat mag van Carletto. Carletto heeft liever niet hoor. Komt te dichtbij. Ja, hij zegt al nee, nee. Dat is opzij. Hij komt veel te dichtbij. Gaat hij weer over in poep. Is weer een stukje aan het afbakeren. En Henk spoekt dus de hele tijd over zijn eigen poep heen. Nou ja, de hele tijd. Heel vaak doen ze dat. Het is eigenlijk de bedoeling dat ze over de poep poepen. Dus je hebt wel van die enorme hopen poep als je een hengst hebt. Dit is onze airco. Ik ga met zo'n pijp naar buiten. Dat het in ieder geval in huis een beetje te doen is gedurende de dag. Ik ben inmiddels aan het ontbijt. De paarden staan buiten. En wat ben ik aan het ontbijten? Kokos met rijstemelk. En cereals. Ik eet dus geen producten die van dieren afkomstig zijn. Ik heb de paddock schoongemaakt. Al wel eens de hele bak omgegooid. Op een wegjager. Ja, niet doen hè. Dat mag niet hè. Kijk, hier zie je al die vliegjes bij zijn hoofd. Daarom heeft hij dus een masker op. Ik ga zo een groene smoothie maken. In deze smoothie gaan een komkommer, een banaan, 2 kiwis. Ik wil nog een tip geven over de kiwis. Altijd als ik kiwis koop, dan zijn ze echt keihard. En het duurt altijd heel lang voordat ze eindelijk rijp zijn. Ik doe altijd hier een gaatje en hier een gaatje. En dan zijn ze sneller rijp. Met een vork. Ploep. En dan zijn ze binnen 3 dagen kun je ze eigenlijk al eten. Banaan is altijd belangrijk als je die eet. Dat ze al een beetje vlekjes hebben. Dat ze echt goed rijp zijn. Dus sowieso met fruit is nooit goed om fruit te eten als het niet goed rijp is. Ik ga hem nu blenden. Ik vind hem zo heel lekker. En als je het niet zoet genoeg vindt, kun je er appelsap bij doen. En dan kun je weer de blender terug doen, weer appelsap erin doen. En dan is het klaar. We gaan zo bij de clinic kijken. Dapper is ook mee. Vandaag is er een clinic voor de ponies, voor de Europese kampioenschappen, de dressuur. En volgende week is het voor de junioren en de young riders. Dan lopen we naar de binnenbak. Dit zijn de ventilatoren die je hoort. Dapper weet al waar ze naartoe moet. Ja, ja. Dit is dus de tribune. Dit is de buitenbak. Kijk, daarachter is het zwembad. Kom maar, Boek. Kom maar springen. Goed zo. Dit is een spiegel. Zien jullie ook een beetje op dek. Hierboven is nog een restaurant. Het is een beetje saai zo als er niks is, hè? Dapper. Ja, we willen paardjes zien. Dapper, waar zijn de ponies? Waar zijn de ponies? Hoor je ze?
dit is een proefje rijden voor de jury. Daar is ook meteen de punten en horen ze wat ze nog moeten verbeteren voor de kampioenschap. Hier bij dat het glas, daar zat ik aan in. Met Dapper. Hier zijn de stallen voor de gasten. En hier staan dus de ponies van de kliniek. Dit is dus de tweede verdieping. Dit is dus het uitzicht vanaf de bovenverdieping. Waar dus elk weekend paarden staan, gasten. Dit zijn weer andere stallencomplex. Dit is de receptie voor de gasten van het hotel. En daarachter is dus weer het zwembad. Dit is de andere kant. Hier is mijn appartement. Dus niet deze kant, maar de andere kant, daar woon ik. Dit is het dak van de binnenbak waar de hindernissen staan. Als het avond is, dan hebben ze hier dus zo'n licht. Dan kun je de trap zien. Dit is dus de dressuurbak waar er net de clinic werd gehouden. Ik doe ook wel eens mee met van die clinics. Dan moet je een proefje rijden en dan krijg je punten. En dan bespreken ze de proef met de jury. Een proefgerichte clinic is het eigenlijk. En dit is echt als voorbereiding van de Europese kampioenschappen dressuur. Dit is dus het restaurant achter me. Clubhouse. Hier hebben ze een ruitersportwinkel met de wedstrijden. Hier kun je ook in. Kijk, hier kun je naar binnen toe. Hier heb je een lift. Dus als er wedstrijd is, kun je spulletjes kopen. Ze hebben er nog eentje beneden. Dus dit is dus de springbak. Dat is nummer 2. En hier kunnen gasten niet zitten. Ik ga via deze trap naar mijn appartementen. De scooter. Als het open is, soms is het dicht. Hij is open, dus ik kan hier naar buiten toe. Ciao. Hier zijn mijn buren hier achter me. Overburen. Hier is nog een buurman aan het vegen. Ciao! Die woont ook in hetzelfde gebouw als ik. Die werkt hier als grond. Nu ben ik weer aangekomen bij mijn voordeur. Ze wisselen heel vaak af. Dus één keer per week staat er weer een ander paard. Ook als mijn voordeur doorgaat, dan staat er weer een ander paard. We zijn aan het middag eten, couscous, zoete couscous, met kaneel ook als ingrediënt. Het is heel erg lekker. Ja, dat mag niet hè? Dat mag niet. Nee, volgens de regels mogen honden niet aan de tafel. Ik hoop dat de regen komt, want het is bloedheet. Ik ga nog even stappen naar Scaletto. Scaletto. We zijn een nieuw gedeelte aan het bouwen. Er komen 200 nieuwe stallen. Ze willen ook internationale wedstrijden in de toekomst gaan organiseren hier. En dit is mijn barefoot horse. Zonder ijzers. Guus en Jai hebben ook geen ijzers. Ik begeleid Carlette altijd met een Monty Roberts halster. Dat is echt heel fijn als je een hengst hebt. Die kunnen wel eens hengst zijn. Ze kunnen wel eens omhoog gaan of ze gaan brullen en zo.